eenheid Midden-Nederland bij Meidrecht op de N201. Surveillanten Jan Bart en Jeroen staan bij de kruising als ze de bestuurder van Opel Movano een lompe actie zien uithalen. Nou, zo zeg. Niet volgen richting voorzitter. Hij rijdt ook aardig door ook, hoor. Dus kijk ook in de meter nou voordat hij... Ja, hij rijdt zich vast. Er zit heel veel verkeer voor. We vinken veen eraf, hè. Maar hij zit echt heel dicht op zijn oor. Maar gaat er ook af hier. We hebben echt geluk, hè. Hij rijdt hier ook weer uit. Stop. Stop nergens voor. Nee. Kijken maar. Ik kan niet er ook bij krijgen hoor, dat stopbord. Zeker, moet je kijken hoe dat eruit. Ja, de bestuurder krijgt een stopteken, maar daar trekt hij zich niets van aan. Wat een goed gesprek dit, denk ik. Jongens, ja. Ik heb gigantische haast. Ja, dat hebben we gezien, ja. Die camera naar de buitenpolitie. Een heel belangrijke afdeling. Ze moeten stoppen. Ik heb nog mijn recht, of niet? Want ik word het verkeer helemaal zat op die kanker en twaalf alleen. Ja. Denk even een beetje aan je taalgebruik, ja? Waarvoor? Ja, omdat ik in het vrijland? Maar dat woord, dat hoef ik niet te horen. Maar goed, u staat voorgesorteerd van linksaf. Dan gaat u rechtdoor. Daar krijgt u een bekeuring voor. Oh ja, hoor. En hier beneden stopt u ook niet. Daar krijgt u ook een bekeuring voor. Doe maar. Pas op, hè, vriend. U mag hem echt aandoen, hoor. Ik ben er niet van gediend, hè, dat je dat weet, hè. Als ik het op tv zie, klaag ik jullie allemaal aan. Ja. Tweede keer. We gaan u zo uitleggen hoe het werkt. Ik heb een afspraak, hoor. Ik moet weg. Nee, hoe meer u tekeer gaat, des te meer valt u op. Ik zal mijn telefoon eventjes bij me. Deze man heeft veel haast, maar heeft wel tijd voor een paar toeristische plaatjes. Lachen, jongens. Prima. Jou? Ja. Voor dat voorsorteervak hoeft u geen antwoord te geven, maar waarom doet u dat? Nou, jongens, je rijdt 30 voor mijn huis. En ik heb gewoon haast. Ik moest er even langs. Simpel, klaar. Maar waarom wind je zo op, man? Dat heeft er helemaal geen zin. Mijn hond moet ik ophalen. Ik heb een afspraak met KPN, die zit daar. Mijn hond moet ik bij de dierenarts weghalen. Ik heb het druk, man. Waar kwam je vandaan? Kwam je van je werk? Ik kom van mijn werk, ja. Te laat vertrokken. Ik ben al eerder weggegaan, ja, snap je? En dan kom je dat gezakelijke kut wegkrijgen. Ja. Voor mensen die stressen voor je huis leggen. Jongens, ik zal je één ding vertellen. Ja. Ik rijd vrijdag met 20 kilometer naar huis toe. De tering voor ze. Ja. En ze doen het met mijn auto vandaag. We gaan lopen hier voor mijn huis. En ik hoor wat je zegt hoor, en het is hier hartstikke druk, maar uiteindelijk ga je een vet hart op naar dan. Ik heb nooit haast, maar nu heb ik een keer haast, man. Ik heb een keer haast. Dat zou je net zien. Ja, dat zou je net zien. Ja. Als jullie er niet bij gestaan hadden, had ik niet meneer die twee blauwe ogen en zijn camera in het water gelegd. En nu stelt u de show, en het had helemaal niet goed, want je van heel rustig laat je zo, dan zijn we zo weer weg. Dan accepteer je de bronnen en dan... Dat zal wel weer. Maar nu maak je er zelf een theater van. Ja, u hoeft niet te weten wat het kost? Nee. Oké. Nou, rij voorzichtig. Deze bullebak kan beter aan zijn hart denken dan zich zo op te winden over het verkeer. De bekeuringen voor het negeren van een stopbord en het niet volgen van het verplichte voorsorteervak kost hem opgeteld €370.